Chess with the milkman. I would make a law to obligate a free ice cream Monday, and I would tell every citizen to whistle. De debuutprijs Het Liegend Konijn is een complot tussen Jozef Deleu, uitgever André van Alewijk en De Buren. De grootste Europese component van de prijs bestaat uit een bundel waarin wij het gedicht, één gedicht van Lieke Marsman, Oerknal, vertaald hebben in de 22 andere talen die vandaag in de Europese Unie een officiële status hebben. Dames en heren, ik vrees dat alleen handleidingen van hoge drukreinigers, wetteksten en bijsluiters van medicijnen in zoveel talen worden vertaald. En dan nog meestal in veel te kleine lettertjes. 21 poèmes ont été présentés en 18 langues européennes. Depuis hier, 4 stations de métro bruxellois affichent la poésie, et ceci jusqu'au 26 octobre. Les posters que vous voyez là, en petit format, sont agrandis dans les stations de métro. Beste Lieke, jouw bundel, wat ik mezelf graag voorhoud, werd bijna simultaan bekroond met 3 poëzieprijzen. Het is dus ook niet toevallig dat de jury van de 3e debuutprijs Het Liegend Konijn zo snel tot een unaniem besluit kwam. Als je op je 20e een zin schrijft als: stel je voor dat je jezelf enkel voort kunt planten door niet meer te bestaan, dan denk ik dat wij van jou nog heel veel mooie zinnen gaan krijgen. Oerknal. 'S Avonds zegt een natuurkundige op televisie dat het ook mogelijk is dat het heelal op een dag niet langer zal groeien, maar langzaam, sneller dan het licht, ineens zal klappen. Growing and slowly, faster than light, implode. In dat geval zouden er na ons nog triljoenen heelallen kunnen ontstaan en hangen we nu slechts onderaan een stamboom van universa. Stel je voor dat je jezelf enkel voort kunt planten door niet meer te bestaan. Een radio, som du formålsløst kan trekken. Ochtends, wanneer ik bij de start van een dag zie hoe ik opnieuw ben gaan ademhalen, vergelijk ik dit heen en weer gegooi van sterren met mijn op- en neergaande borsten. Je compare ce va-et-vient d'étoiles projetées à mes seins qui montent et descendent, à l'antenne d'une radio qu'on peut négligemment sortir et rentrer sans arrêt. Met de antenne van een radio die je doelloos in en uit kunt blijven schuiven. En vervolgens, vooralsnog, mijn meest geslaagde poging met een zeeanemoon. Y a continuación, de momento, mi intento más logrado. Anemona de mare. Lieke Marsman. Het Liegend Konijn wil een spiegel zijn van onze hedendaagse poëzie. Een huis met vele kamers. Een teken van verzet tegen een maatschappij die te weinig aandacht geeft voor het weerloze en het nutteloze. In wat ik mijzelf graag voorhoud, verschuift Lieke Marsman het brandpunt van haar blik voortdurend. Marsman onderzoekt tastend, speels en beschouwend werkelijkheid en taal. De lezer volgt de dichteres in haar denkbewegingen. Hij is getuige en wordt deelgenoot. Dat maakt deze bundel zo intrigerend. Er is een vertrekpunt
en er is na vele lussen en wendingen een uitkomst. En daartussen gebeurt het gedicht. Zo begint het prachtige openingsgedicht Vasthoudendheid met de verzen. Er bestaan vele redenen, waardoor je niet stil kunt blijven liggen 's nachts. Als je steeds moet hoesten bijvoorbeeld, zal je lichaam op en neer schokken, alsof je op een rijkoets ligt en als je erg ziek bent een lijkwagen. Of het is zo dat je niet weet waar je moet kijken, omdat alles voor je ogen zo rood is. Je ogen zijn zo rood omdat iemand heeft gezegd dat je ogen zo blauw zijn en dat heeft je geraakt. Het fijne aan geraakt zijn is dat het nagalmt en nastampt en toch ben je er stil van. Het mooie aan het woord stil is dat het iets zegt over geluid en beweging en het bijzondere aan geluid is dat het bestaat uit beweging. Het fijne aan beweging is dat het zo ingetogen is. Je kunt heel zacht je huid laten voelen dat iemand anders je huid voelt. Tegelijkertijd is het fijne aan beweging juist dat het uitbundig is. Je kunt heel hardnekkig een dansend monster in je voeten hebben zitten dat je hakken de hele avond de grond in wil stampen. Maar het vreemde aan een hele avond is dat je soms niet weet welke vorm van beweging je het liefst lang laat duren. Gelukkig is het goede aan iets lang laten duren dat alles op den duur weer terug stilvalt. En wat ik het allermooiste aan het woord stil vind, is dat je er in het Engels een L aan kunt plakken, waardoor we elkaar kunnen vragen waarom we nog steeds niet gaan slapen. Het gedicht Broertje vangt op een gelijksoortige wijze aan. Er zijn verschillende manieren waarop je iemand kunt ophalen van zwemles. En te laat is er één van. Maar je kunt tijdens het wachten je haren vast laten drogen, je bedenken hoe je die haren morgen bij de kapper laat knippen of eigenlijk niet wil laten knippen. Want misschien komt er een dag waarop er geen haren meer zijn om geknipt te worden en zul je met je kale hoofd zitten wensen dat je nog eens niet naar de kapper willen kon. Dan heb je koffietanden en koffieadem en bovenal voortdurend zin in koffie. Je zult niet langer een aparte doelgroep zijn, maar bent gewoon het gros. Wellicht dat je vrienden zullen roepen dat ze een varken aan het spit willen hangen, terwijl jij het liefst het woordje tofu op je hoofd zou laten tatoeëren. Of zou je zelf toch liever ook een slagersmes hanteren? In ieder geval zul je, als het beest zijn rondes draait boven een vuur dat je voeten warm houdt, eindelijk begrijpen hoe pijn werkt. Dat voor iedere keer dat pijn het einde van je huid benadrukt, iemand anders lichaam warmer aanvoelt. Dat pijn niet in het vlees zit, dat zichzelf niet meer wil zijn, maar wel in het vel daaromheen, dat zegt, ik geef het op. Ik verkleur en hang in losse repen rond mijn lijf. Maar maak je vandaag nog maar geen zorgen, broertje. Als je wacht, gaat de tijd langzaam. Sta voor nu nog maar even met een cafetaria-snack in je hand te kijken hoe het eind van de straat zonder mensen blijft. Lieke Marsmans poëzie wekt de indruk dat zij ter plekke ontstaat en zich ontrolt, alsof de dichter zelf verrast wordt door de loop en monding van haar gedachten. Maar hoezeer de focus telkens ook wordt verlegd, de gedichten zijn van A tot Z helder, de beelden treffend en de verzen welluidend. Een opmerkelijk, voldragen en overtuigend debuut. Unaniem werd de prijs haar toegekend. Gefeliciteerd. Ik denk echt dat je deze prijs van harte hebt verdiend. En ik vraag me wel af hoe het moet voelen op 19-jarige leeftijd, op korte termijn tijd, 3 prijzen krijgen, wat dat met een mens doet. Ik geloof dat ik toen ik 13 was en poëzie schreef, wel eens mezelf voorhield dat ik ooit een prijs ervoor zou krijgen. Wat ik mezelf graag voorhoud. 1. De hele dag draag ik mezelf boven mezelf uit. Vlieger, waterkruik, gestorven keizer. Omdat bijna al mijn spullen tweedehands zijn, doe ik soms alsof ik arm ben. Op andere dagen noem ik het vintage. Op andere dagen kan ik het donker niet beschrijven, behalve met het woord present. In het Engels betekent dat cadeau, bedenk ik me, waarna ik de hele dag gelukkig ben.
supe que Yahweh ya no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo